een of andere manier hebben wij meiden altijd haast. Of het nou door onszelf komt of dat we iemand anders de schuld geven, we hebben gewoon blijkbaar altijd haast. Daarom deze video. Meiden en haasten. The I don't care one. Je hebt altijd wel iemand die het gewoon niks uitmaakt dat diegene te laat is en ook gewoon geen seconde probeert op te schieten. Het maakt diegene gewoon niks uit. Te laat, ik kan nu alweer verder slapen. De ik kan 10 dingen tegelijk. Je hebt altijd van die personen die gewoon alles tegelijk kunnen doen terwijl ze haast hebben. Tot aan het tanden poetsen terwijl je kleding aan doet, tot aan het make-up opdoen terwijl je aan het rennen bent voor de bus. Ze moeten en zullen het halen. Degene waarbij alles fout gaat. Of je hebt gewoon van die personen die gewoon niet tegen haast kunnen en gewoon alles fout gaat. Iedereen krijgt de schuld, iedereen heeft wel iets fout gedaan of je loopt gewoon knijterhard in de weg. Bij die persoon moet je gewoon ver weg uit de buurt blijven. Degene met de lastigste dilemma's. Moet ik nou mijn laarzen of mijn gimpen aan? Zal ik mijn sjaal af of omdoen? Zal ik nog wat snacks meenemen of niet? Tijdens het haasten moet diegene dan ook altijd die dilemma's gewoon maken. En ze vindt het ook nog eens belangrijker dan gewoon op tijd komen. Een vest of een blouse? Blouse. Laarzen of gimpen? Laarzen of gimpen? Oké. Gimpen. Oké, banaan of een appel? Appel. Degene met de smoesjes. En dan heb je altijd die persoon die gewoon smoesjes verzint waarom die te laat is. Gewoon niet haasten en achteraf gewoon de smoes vertellen. Easy. Waarom ben je zo laat? Ja, ik was ongesteld geworden en ik had geen maandverband en tampons meer in huis. Dus ik moest naar de drogisterij toen. En toen was ik daar, heb ik tampons en maandverband gehaald. En toen moest ik weer terug naar huis. Want ik moest natuurlijk één in doen, anders ging ik doodbloeden. En toen, en ja, nu ben ik hier. Waarom ben je zo laat? Ja, mijn kat die had dus een haarbal. En toen, dat kwam er niet uit. En toen kreeg hij ook diarree. Toen moest hij poepen en hij poepte alles onder. En toen zat het hele huis dus onder de poep. En dan moest ik natuurlijk opruimen en schoonmaken. Want ja, anders wordt mijn moeder boos. En dus ik schoonmaak en dan de poep weggooien en zo. En ja, nu ben ik hier. Waar blijf je? Ja, nee, mijn band is lek. Dus die moet ik nu maken. Want ik heb ook geen andere fiets hier. Dus ik kom eraan, oké? Oké, ja, tot zo. Vond je deze video leuk? Doe dan even een duim omhoog. Deel deze video met iedereen die wel eens moet haasten.
Volgende week zijn we gezellig bij Fiet. Als je er ook komt, laat het even weten hier in de reacties. En ja, dan zien we jullie volgende week. Zin in! Check onze laatste video's nog even. En dan zien we jullie volgende week weer met een nieuwe video. Yes! Doei! Doei.